Aan de Gouwstraat in Nijmegen vinden wegwerkzaamheden plaats. Het bijzondere aan dit project is dat dit zoveel mogelijk emissievrij wordt gedaan. De gemeente wil zorgen voor een kleinere uitstoot en daarom wordt deze straat met elektrische apparatuur aangepakt. Werkzaamheden aan een straat in een woonwijk. Het klinkt misschien niet zo bijzonder, maar dat is het wel. Het gaat om een uniek project in Nijmegen, omdat er zoveel mogelijk emissievrij gewerkt wordt. Het zorgt voor minder vuile lucht en ook minder geluid. Niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook voor de wegwerkers. Nou, het is vooral een stukje duurzaamheid. Hè? Dus dat je vooral emissieloos bezig bent. Je merkt ook aan die jongens, het is wel een beetje wennen, maar je merkt ook, ze zien ook heel veel voordelen. Het is heel stil, weinig trillingen. Dus dat zijn zeker wat voordelen ten opzichte van het conventionele materieel. Sowieso, hè. Nijmegen heeft het Schone Luchtakkoord getekend, dus we moeten gaan voor schone lucht in de stad. En in de straat, hè, je hoort zelf net bij de graafmachine, je hoort geen geluid en er is geen uitstoot. Dus ook voor de mannen die hier omheen werken, ja, die staan gewoon ook in schone lucht te werken. En dat scheelt enorm ook voor die mensen. De elektrische apparaten hebben veel voordelen, maar het kent ook wel een flinke uitdaging. De voertuigen opladen kan namelijk niet overal. Nou ja, nu kun je bij wijze van op iedere hoek van de straat zeg maar diesel tanken of benzine. Maar dat is natuurlijk met elektriciteit, zeker voor deze voertuigen, wat lastiger. Alleen dat hebben we nu zelf al goed geregeld bij een collegabedrijf om daar op te kunnen laden. En je ziet het steeds vaker ook bij bijvoorbeeld de grote tankstations dat je daar ook wat zwaardere stroomaansluitingen hebt. En dan redelijk snel kunt laden met ons materieel. De gemeente ziet wel een toekomst in het elektrisch werken. Ja, daar willen we sowieso naartoe. Het liefst gewoon overal. Want het is ook de overlast voor de bewoners is ook een stuk minder. Hè. Je hoort niet de hele dag de getril en de geram van die machines. Dus als de kans daar is, willen we de hele stad hiermee gaan werken. Overal elektrisch werken is nog niet aan de orde. Maar het is zeker niet onmogelijk. Ik denk dat het vooral wennen is. Dus ik zie niet zozeer een nadeel, maar het is wel wennen om met het materieel om te gaan. Ik bedoel, kijk, anders dan heb je binnen 5 minuten heb je je tank weer vol. En nu moet je er wel echt plannen en rekening houden met hoe ga je om met je logistiek gezien, even met je batterijen. Van je moet wel op tijd zorgen dat je weer zo vol zijn, dat je ze om kunt wisselen. Dus dat vraagt wel om een andere aanpak. Maar ja, in principe is het gewoon wennen en dan werkt het ook gewoon. Dit is net zo met elektrische auto's, elektrische vrachtwagens en zo. Het moet wel leverbaar zijn allemaal. Maar zoals dit bedrijf, die zet er al heel goed op in. Dus we gaan daar in de toekomst veel plezier aan beleven.